altijd beginnen met een proper bakje. Dan doet u van zo'n liter 2 eetlepels product en 1 keer 1 kopje water. 200 milliliter water. Altijd opkloppen met een natuurharenborstel. Luiwagen of ankerborstel genoemd. Je doet 2 eetlepels, 200 milliliter water, zo krijgt u 200 gram schuim. En als u het zo opklopt, 1 minuut, water verdwenen, helemaal niet nat, 200 gram schuim voor een 2 vierkante meter te reinigen. Echt goed opkloppen. Zo bekomt u schuim in de haren van zo'n natuurborstel. Voor uw tapijt op te frissen. Tapijten fris maken. U kan dat doen wanneer u tijd hebt, wanneer u dat nodig heeft, morgen of een andere dag. Als het is voor vlekken, schuim in de haren van het borsteltje met steel, hoeft u helemaal niet op de knieën te zitten. Kort in uw tapijt in masseren. Tussen de haartjes door tot op de bodem toe werkt u het vuil allemaal los en schoon. Tapijten brandschoon maken, dames en heren. Etensresten. Café. Niet plakkerig gedoe van fruit en zo. Tapijten reinigen op een manier niet op de knieën. Met een spons moet op je knieën zitten. Iets in je tapijt getrokken. Bijvoorbeeld van kat en hond. Pipi van de bobby en zo. Tapijten schoonmaken, dames en heren. Het kan niet beter. En met een handborstel doet u precies hetzelfde. Die 2 eetlepels, 1 kopje water, 200 milliliter water. Zo maakt u krachtige schuim. Opkloppen met een handborstel, 1 minuut. Niet nat, schuim in de haren van uw borsteltje, helemaal niks nat. Uw bankstel reinigen, in de auto reinigen, op een matras reinigen, op uw kleding, kleur echt en kleur vast. Niet naspoelen, badstof van te goed navrijven, op uw bank, uw matras of in de auto. Precies nieuw, droog op een kwartiertijd. Geen randjes, geen pluisjes en geen kleurverschil voor de kraag van een jas, vlekken in uw kleding. Probeer het eens, dames en heren. Dennenextract is een natuurproduct. Niet schadelijk voor de natuur, voor uw handen, voor kinderen of voor huisdieren. Probeer het eens.